Kas Groeskamp, wat is het idee achter deze galerie? Het idee is dat we gezamenlijk eens een keer door de stad heen liepen. En we schilderden al een aantal jaren samen. En toen dachten we bij onszelf, het zou wel mooi zijn om met deze leegstand in Almelo een pand voor gebruik te kunnen doen. En het bijzondere van dit verhaal is eigenlijk dat de eigenaresse hebben we ooit vroeger mee geschilderd. Is helaas overleden en de nabestaanden hebben ons dit gegund. Dat we hier mogen exposeren en mogen schilderen. En dat is het mooie, we doen dit samen. Met wie doe je dit samen? Winnie Lendering. Winnie Lendering schildert hetzelfde als jij? Nee, we hebben... Min of meer toch wel twee verschillende stijlen. Winnie schildert wat losser. En ik zit weer meer in de realiteit, wat realistischer. Dus ik zit ook meer in de stillevens. En Winnie is meer figuratief. Ja, zo kun je het ongeveer noemen. We gebruiken allebei zowel acryl als olieverf. En wat zal ik er nog meer van zeggen? Wat zijn de reacties van de Almelo's? Over het algemeen zijn de Almelo's een beetje terughoudend. Onze deur staat altijd open. Niets hoeft, maar kom gewoon eens kijken. Maar de Almelo is terughoudend. Als ze hier binnenkomen, denken ze, er wordt iets van ons verwacht. En dat is helemaal niet zo. De mensen die zich er wel in geïnteresseerd zijn... Ja, die vinden het hartstikke mooi. Het is ook een mooie pijpelaar. Je kunt hier veel... Exposeren en we kunnen hier allebei schilderen. En zeker met de grote schilderijen zitten we hier zonder meer te schilderen. Ik snap zelf ook niet, want het is hier prachtig mooi binnen. Ik snap zelf niet waarom de mensen niet naar binnen gaan. Misschien dat het punt is... Wij spreken hier mensen en we zitten hier nu al bijna 4 jaar... mogen we gebruik maken van dit pand. En dan spreken we nog Almelo's... Die zeggen, wij wisten niet dat dit er was. Dus men rijdt de Oranjestraat door. En ja, men kijkt daar niet verder omheen. Het is misschien een doorgaande straat richting de Bordenstraat. En men kijkt niet links of rechts. Als wij open zijn, hebben wij een bord bij de deur. En daar staat op, kom erin, kun je kunst kiezen.